Agriplan Eco is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderzoek aan dierlijk bot. We kijken dus alleen naar botten van zoogdieren, vogels of vissen. En we proberen daar informatie uit te krijgen over het verleden, hoe mensen omgegaan zijn met dieren. Ik ben hier ingerold doordat ik graag iets met dieren wilde gaan doen. En archeologie heel erg leuk vond. En op die manier die combinatie heb gemaakt. Bij een opgraving vind je allerlei soorten resten. Niet alleen grondsporen, maar je vindt ook aardewerken. En dierlijk bot is hier in Nederland, waar de conserveringsomstandigheden heel goed zijn, is eigenlijk de tweede materiaalcategorie, of soms zelfs de eerste materiaalcategorie aan hoeveelheden die je vindt. En het dierlijk materiaal zegt iets over het leven van de mensen. Hoe keek men naar zo'n dier? Hoe ging men om? Dat bepaalt een heleboel van je cultuur. En daar is gewoon dierlijk materiaal daarom heel erg belangrijk in de archeologie. Dus dierlijke botten die geven niet alleen informatie over wat mensen vroeger met de dieren hebben gedaan. Maar ik kan ook informatie geven over het landschap waarin de mensen hebben gewoond. Of de hygiënische omstandigheden van de mensen. Zodra wij een krat vol met botmateriaal hier binnen krijgen, dan stallen we dat uit op een tafel. We leggen het perfondsnummer bloot en we pakken de botten op en gaan via een vergelijkingscollectie gaan we kijken wat voor materiaal is het. Van welke dieren is het, van welke skeletelementen is het en op wat voor kenmerken kun je op het bot zien. Zitten er slagsporen op of zitten er pathologieën op, botwoekeringen die informatie geven over de ziektes bijvoorbeeld die dieren hebben gehad. En al die gegevens die slaan we op in het databestand. Dus we zetten eigenlijk de informatie die het botmateriaal geeft om in een databestand. En dat databestand dat gaan we analyseren en dat geeft ons dan informatie over het verleden. Ja, het leukste van het werk is omdat het zo divers is. Je hebt met alle periodes te maken, van het Neolithicum tot en met de 18e en 19e eeuw. Met allerlei soorten culturen heb je er ook te maken. Met allerlei dieren, zoogdieren, vogels, vissen. Dus ja, ik zou niet die diverse werk kunnen verzitten in dit moment dan gewoon de archeozoologie.